Beide ploegen treffen elkaar voor de vierde maal dit kalenderjaar. Want beide ploegen stonden ook in de voorbije play-offs tegenover elkaar. Toen was Emmen in Waalwijk met 5-1 te sterk. Bilate. Loen. Loen. En Vaassen met de redding. Begin is dus voor Emmen. Juri Loen. Vaassen. Weinig gebeurt in deze eerste helft. Van Eijma, een van de nieuwelingen bij RKC. Voskamp. Het is een hoekschop. Voskamp nog steeds gebleven. RKC wel wat doelpunten ingeleverd trouwens. Peters gaat diep. Is dit een strafschop van de Kerkhof? Vindt van wel. Ja, Vaassen kan niet bij de bal. En Peters gaat gewillig naar de grond. Van de Kerkhof vindt het een strafschop. Er zijn scheidsrechters in Nederland die hier geen strafschop in zien. Peters vanaf 11 meter. En het is 1-0 voor Emmen. Een buitenkansje dus voor Peters. Scoorde voor seizoen veel. En dit is zijn eerste. Goeie goal van Peters. En zo staat Emmen dus op voorsprong bij RKC Waalwijk. Inmiddels in blessuretijd van de eerste helft met Voskamp. Rienstra is dichtbij, hier dus. Kwasten. Kwasten. Green, Green! En Telgekamp met een fantastische redding. De aanvoerder van Emmen. Pech voor de ploeg van Van den Berg. Loen. Bilate. Loen. Goed de voordeelregel toegepast. Banning met wat ruimte. Beweging bij de eerste paal bij Peters. Klok. Ja, hij kan verdedigen en hij kan aanvallen. Gersom Klok. RKC miste natuurlijk onder andere Langendijk. Die is vertrokken naar Go Ahead. En ook de nieuwe spits. Bergkamp is er nog niet bij RKC Waalwijk. Bilate namens Emmen. Bilate richting Banning. De bovenkant van de lat. Bilate. Goed. Er is wat ruimte. Weer voor Bilate. Banning gaat diep. Bilate. Ja, die kan ver komen. En dan. Ho! Heerlijk geschoten. Is dit een goal? Van Glenn Bijl. Ja, Lukien vraagt even bij de vierde official van, was het een doelpunt? Ik denk net niet. Ik denk dat de bal de lijn nog raakt. Maar wel heerlijk binnengeschoten door deze Bijl. Blijft dus 1-0. En het balbezit voor RKC Waalwijk. Green. Is hier de gelijkmaak. Oeh, Koenraad. De invaller. De hoekschop. Weggewerkt door Klok. Emmen weg. Kan Emmen dit goed uitspelen? Met Ben Moussa. De voormalige speler van Groningen op Klok. Klok. Ja, dit had het moeten zijn eigenlijk. De wedstrijd in het slot gooien zo. In de slotfase. Rienstra. Kan RKC nog voorbij komen? Of langzij komen moeten we zeggen. Het is Klok. Ja, dit moet Emmen goed uitspelen. Nu wel toch? Banning, Loen, Loen. En die maakt het wel beheerst af. En het is afgelopen. Emmen gaat dus winnen bij RKC Waalwijk. In de extra speeltijd vindt Banning Loen. En die maakt het onberispelijk af. En zo begint de ploeg van Lukien goed aan het seizoen. Door met 2-0 te winnen bij RKC Waalwijk.